Jomis, Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 3. Vandaag spelen wij een Team Deathmatch potje op de map Nuketown 2025. En gaan we eens even kijken wat voor score wij kunnen gaan neerzetten met de Argus Shotgun. Wow, jij bent een camper. Met de Argus Shotgun. Dit is natuurlijk een shotgun die één kogel... Maar ook echt letterlijk één kogel afschiet op het moment dat je ingezoomd bent. En die ene kogel moet je raken. En als je misschiet, dan ben je gewoon eigenlijk keihard shaak. Dus zo makkelijk is het. Ik heb de UAV, de leidingstrijk en de Hellstorm als scorestreakjes aanstaan. En we gaan gewoon kijken wat we kunnen doen. Hey, makkelijker kan ik het niet maken, jongens. Dus ik hoop dat de enemies wel wat harder op af gaan rennen. Want ze staan een beetje met campy pensje te doen nu. Op dit, zoals je ziet, moment. En dat is natuurlijk nooit zo mooi. Fuck. Hij is al dood. Thanks, teammate. Wow, ze staan met z'n drieën naast die auto. Kut, man. Ik had die eerste kogel wat ik ook moet raken. Dan had ik ze nog wel kunnen aanpakken gewoon. Maar ja, als je één kogel mist met de Argus, dan is het zo dat je eigenlijk meestal, in de meeste gevallen, gewoon keihard de shaak bent. En zoals jullie weten, als je iets niet... Als je iets niet wil zijn, dan is het natuurlijk de shaak, want dan ben je dood. En doodgaan, dat wil je niet in Call of Duty, dus je moet gewoon raakschieten. Zo simpel is het eigenlijk gewoon. En kijk, als je twee keer misschiet... Wow, waar kwam die vandaan, gek? Die kwam zo de trappetje op gerend, joh, die oekol. Die had ik niet zien aankomen, eerlijk is eerlijk. Zit je nog boven? Ja hoor. Natuurlijk, jongen. Waarom ook niet, hè? Waarom ook niet? Oké, ik heb mijn scores, dus ga ik meteen even inroepen. Zit allemaal een beetje mid-map. Oh my god. Let's go. 3 kills, hoppatee, in de pocket. Dus dat is altijd mooi. Leidingstrijk gooi ik er ook meteen achteraan, man. 1, 2, 3. Als ze weer naar het midden van de map rennen, dan zijn ze nu gewoon weer dood. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Maar dat doen ze niet. Shit, daar zitten ze sowieso ergens bovenin. Ja hoor. Daar gaan we al. Het is wat standaard geworden, jongens. Als jullie niet naar het midden van de map rennen, dan is er maar één... Dat was een granaat! Er is er maar één plek waar je naartoe kan en dat is in huis gaan campen. Dus pas ermee ophouden, helemaal als iemand de skyte hebt, want dan ga je gewoon door dood namelijk. Is die andere... Oh, kut, ze komen in mijn rug. Lekker dan, lekker hoor, Argusje. Lekker hoor. Kijk, ja, het komt er nog een. In mijn rug komt die, denk ik, maar... Oh, dat is mijn teammate. Oké, doei. Daar zeggen wij doei doei op. Daar ga ik ook niet achteraan lopen. Die vette killtje keihard namelijk. Oké, lekker teammate. Is goed gedaan. Even reloaden. Je hebt er 10 kogels in zitten. Dus je kan eigenlijk gewoon 10 enemies er hard mee killen. Als je ook raar ziet natuurlijk. Oh fuck. Ah shit. Ik liep achteruit, alleen mijn teammate stond daar, dus ik kon niet verder achteruit. Teammate, ik geef jou de schuld, man. Nee, ik schoot zelf ook gewoon fucking hard mis. Maar gewoon altijd iemand anders de schuld geven. Altijd iemand anders de schuld geven, jongens. Dat hoort bij Call of Duty, hè. Ah, hij zit er een boven en beneden. Wat een pussies. Wat een pussies. Het is steeds vaker op Nuketown dat mensen stil gaan zitten, man. Maar op zich, als ik gewoon... Kijk, als ik zo doe, let op, hè. Als ik zo doe... Oké, wacht. Eerst even kus, want die vent verneukt het nu. Als ik zo doe en ik doe zo. Oh, ja, dan moet je wel raak schieten, Jan. Dan zie je niet aankomen, want dan kom je via boven. Maar als je dan misschiet, heb je er alsnog gewoon helemaal geen ene reet aan natuurlijk. En wat doe ik? Ik schiet weer mis. Ja, kut, in mijn rug zat er een. Shit, man. Ja, de tactiek die werkt normaal gesproken wel, maar ze staan nu allemaal zo ver achterin. En de reden waarschijnlijk, omdat ze nu echt allemaal achterin zijn gaan zitten. En ze komen er ook niet meer uit gewoon. Is puur omdat ze graag dit potje nog willen winnen. En zoals je kan zien aan het scorebord, is dat zo goed als onmogelijk voor ze. Dus de enige mogelijke manier om nu nog te winnen is gewoon om kaart te campen. En dat is ook precies wat ze aan het doen zijn. Dus... Hoppatee, maar we hebben al gewonnen. Het was te laat, enemies, om te campen. Het was te laat, jongens. Lekker hoor. 32-10 als eindscore in het eerste potje. We gaan natuurlijk potje 2 er ook meteen achteraan spelen. En kijk wat we daar kunnen gaan doen met de Argus. En ja, het is zo. Ik vind het een van de chillste wapens in de game. Gewoon puur. Omdat je er mee moet raakschieten. En als je misschiet,
ben je eigenlijk meteen de Sjaak. Dus wat we gaan doen is we gaan door naar game 2. Gaan we nog een keer, jongens, op de map Nuketown. Nou, die hadden we net ook. Dus dat was mooi meegenomen op die manier. En helemaal natuurlijk voor een shotgun is het gewoon lekker, lekker relaxed. En ik ga meteen... Welke fucking shotgun heb jij, joh? Die gozer had een shotgun in zijn handen, hè? Maar ik weet zo uit mijn hoofd niet welke shotgun dat was. Want ik zag het wel een beetje, maar niet goed genoeg, zeg maar. Om meteen te weten welke shotgun hij had. Maar ik moet er wel voor oppassen, dat weet ik helaas wel. Echt, al die fucking jongens, wat zijn jullie aan het doen? Kijk, als je nou in je eentje in het huis zit, kan ik het nog wel een beetje begrijpen. Ah ja, daar kon ik niks meer tegen doen, jongen. Ik zat daar helemaal vast. Ik moest ook reloaden. Ik vond het wel mooi dat ik die vent er buiten had, jongen. Die had ik niet zien aankomen, als ik eerlijk was. Echt, snipers zijn soms zo irritant. De manier hoe snipers rondlopen... Dan kan ik me soms zo hard aan irriteren, jongen. Omdat ze gewoon letterlijk overal... Maar ik had overal naartoe springen natuurlijk om... Die bepaalde enemy te kunnen overleven. Dus snipers, daar moet je ze ook echt goed voor oppassen, jongen. Want anders ben je gewoon kaart Sjaak. Oh, nog een snipertje. Hij staat er nog steeds, hè, die gozer. Oké, okay, we moeten oppassen hier, man. Want ze houden van campen. En ik hou van misschieten. Hoeveel geluk kan je hebben, Jan? Ah, de teammate die had je eerder moeten killen, man. Dan had ik het kunnen overleven. Jammer, 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 jammer. Ik weet niet wat je wilde doen, vriend, maar je komt er echt op me aanrennen, joh. Die gozer wil me volgens mij neerslaan of zo. Ik weet niet wat hij wil doen. Fuck, fuck, fuck. Niet meer schieten, Jan. Niet meer schieten, Jan. Die is in ieder geval dood. Zit er hier nog eentje boven? Oké, okay, gewoon hipfire dan maar. Als het even niet lukt met inzoomen, dan maar hipfire. Hipfire moet je wel voor oppassen, want in plaats van one shot maak je dan meestal een hitmarker shot, om maar zo te noemen. Oh my fucking god, die vet schoont. Fuck. Oh, lucky bastard, Jan. Ik ben bang. Teammates? Weten jullie? Oké, okay, iedereen is dus dood. Thanks, teammates. Love you. Thank you very much. Ik wist niet of iedereen daar dood was, dus ik was een beetje bang. Maar mijn teammates hadden iedereen, maar ik heb iedereen gekillt. Dus thanks, jongens. Oh fuck, warm. Oh, ik wou net terugrennen. Die gozer had een warm machine. Zat hij om het te spammen, jongen. Ik had bijna mijn scorestreak, ja. Potjan. Zit je nou nog steeds daarbovenin? Ja, hè? Ja hoor, hij zit er nog steeds. Echt waar, jongens. Kap er nou mee, ouwe. Ik blijf gewoon nu in jullie huisje staan, hoor. Je kan komen wat je wil, maar... Als jullie daar gaan zitten, dan kan ik er ook wat van. Ik ga gewoon in hun huis staan, want ze komen toch wel weer naar binnen rennen. Ideaal, toch? Zit er een aan de zijkant, of niet? Het is lastig om in te schatten waar ze zijn, man. Maar... Ik probeer ze te zoeken en ik probeer ze te killen, maar dat is moeilijker dan je denkt, jongen. Oh, get wrecked. Wacht maar, mijn ding is op. Die is ook dood. Lekker bezig, teammates. Die is ook dood. Die niet, die niet, die niet, die niet, die niet. Smikkelbeer is volgens mij de enige die het echt probeert. Wacht even, ik moet hem naar links. 1, 2, 3. Ik denk dat ik hem zo gooi. Ik ga wel verwachten dat ik mezelf kill. Oh, blinde lightning strike, bitches. Blinde lightning strike. Het gaat zo fucking kut. Ah, je staat ook nog achter in de map, vriend. Gaat zo hard raken, jongen. Nice. Dat zijn de kills die ik graag wil krijgen. Nee, je staat ook nog achterin. Kap ermee! Krakzo, jongen! Ik dacht dat de enige gozer was die normaal speelde, maar die staat ook nog steeds achterin de map. Het is echt ongelooflijk, jongen, deze vijandjes. Ze weten volgens mij gewoon niet meer omdat we zo hard erin rennen. Oh, een bressie. Gaan we het zo doen wat ze moeten doen? Dus ja, ze verliezen hoe dan ook gewoon dit potje nu. Wat ben jij aan het doen? Kom die garage uit, jongen! Er zit er nog een hier.
Waar is die nou dan? Hij zit boven of niet? Waar is die? Ja, hij zit boven. Doei! En nu spannen ze hier, nu spannen ze hier. Nee, dat zijn mijn teammates. Oké, gelukkig. Woe! Nog 40 kills moeten er worden gemaakt. Dan hebben we gewoon het potje. Kut, kut, kut. Thanks teammate. Help, alsjeblieft. Ja, echt een kakzooi. Dan hebben we dit potje gewonnen. Nog 8 kills nu. We zijn 38-13. Kan altijd beter natuurlijk. Echt die Bressie, jongen. De Bressie is gewoon te overpowered. Nog steeds. Ik weet niet hoe vaak ik dat al heb gezegd in video's. Maar volgens mij ook gewoon iets te vaak. Fucking dankjewel, teammate. In mijn rug. Dat was de Bressie, man. Dat was de Bressie, man. Maar die ging keihard dood, jongen. Dan moet je niet doen dat wapen gebruiken, ja. Want dat is een beetje te sterk, namelijk. Arcus is leuk om te gebruiken. Puur gewoon, je moet inzoomen. En je moet gewoon raak schieten. Je kan ook hitfire, maar meestal krijg je dan een hitmarker. Waardoor je doodgaat. En de Bressie shotgun is gewoon spray als een motherfucker. En dan krijg je vanzelf wat een kill. Dus daar zitten geen skills aan verbonden. Maar de Arcus zitten wel degelijk skills aan verbonden. Omdat je gewoon de ene kogel die je hebt ook daadwerkelijk raak moet schieten. Schiet de enemy nou wat mis, heb je altijd nog de tweede kogel. Maar meestal als je één keer misschiet, ben je wel echt gewoon keihard de shaak. Keihard geraakt. Of waarschijnlijk gewoon dood. Maar jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. We hebben 2 keer Nuketown gehad. 2 keer Team Netmesh. 2 keer met de Arcus. 2 keer met dezelfde class. Lekkere scores neergezet. Alle 2 de potjes gewonnen. En zo hoort het. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren voor meer. En hoop ik ook weer, jongens. Tot de volgende keer. Bye bye.